Ze zeggen dat armoede erfelijk is. En dat de kans op een baan wordt bepaald door waar je woont in deze stad. Door waar je bent geboren. En daarom begint onze stad van hoop met goede scholen. Emancipatie, verheffing, hoe je het noemen wil, mensen vooruit helpen, begint op school. Begint op een goede school voor iedereen. En in 2009 krijgen duizenden leerlingen in deze stad nog steeds onderwijs dat onder het niveau ligt wat geldt als wettelijk minimum. Wat niet voldoet aan de minimumnormen van de inspectie. Maar wij hebben ons tegen de sceptici gekeerd die zeiden dat de gemeente alleen over gebouwen gaat. Wij hebben ons tegen de sceptici gekeerd die zeiden je kunt niets veranderen aan de kwaliteit van het onderwijs. En wij hebben ons tegen de cynici gekeerd die zeiden bemoei je er niet mee. Het onderwijs is niet van jullie en het is niet waar. Dat onderwijs is van ons, dat is van onze kinderen, dat is voor onze toekomst. En hoewel we geen enkele formele zeggenschap hebben, voelen de schoolbesturen onze hete adem in de nek. En niet langer zijn het die besturen die automatisch onze partners zijn. Nee, het zijn de kinderen, het zijn de ouders, het zijn de docenten met wie wij nu willen werken aan betere scholen. We moeten er in deze stad voor zorgen dat ieder kind op 4 jaar zonder taalachterstand op school komt. Dat ze met 6 kunnen lezen en schrijven. Dat ze sociale vaardigheden leren en dat ze daarna zichzelf kunnen ontplooien. Hun talent kunnen benutten. Als individu. Als bewoner van deze stad. Niet als lid van een groep of van een postcode. Maar als zichzelf, als Amsterdammer. En dat ze dan terecht kunnen op een mooie vervolgopleiding. Of het nou een vakschool is of een topuniversiteit. En, vrienden, we kunnen niet wachten op Den Haag. Ik heb de afgelopen jaren met talloze G4-brieven, lobbytrajecten, gesprekken met Rauwvoet en andere ministers 1 ding geleerd. Dat levert me geen snars op. Je kunt beter een middag in een school in Amsterdam het gesprek aangaan. Want we kunnen hier in Amsterdam het verschil maken. Voor duizenden kinderen, voor honderden leraren en voor al die ouders die een toekomst willen voor hun kinderen. Dus moeten we durven. Durven ook om eisen te stellen die boven het wettelijk minimum gaan. Durven om ambitie te hebben voor al die kinderen. Durven om die kinderen te helpen dromen en die dromen waar te laten maken. En kinderen die excelleren, die wel bijzonder talent hebben, niet in een zwakke groep gevangen houden, maar de ruimte geven om zich te ontplooien. Ze zeggen dat de werkloosheid binnen een jaar verdubbelt. En dat de huizenprijzen instorten en dat politiek de economie niet kan beïnvloeden. Maar na school moet er werk zijn. Werk, werk en werk. En wij kunnen laten zien, dat die voorspelling over jeugdwerkloosheid niet uitkomt. Dat er geen 30.000 jonge werklozen bijkomen. Door betaalde stages. Door ondernemerschap te stimuleren. Langer naar school. Door samen te werken met bedrijven en met de bonden. Maar ook door te gaan met wat we aan het doen zijn. Het hier naartoe halen van buitenlandse bedrijven. Er zijn er de afgelopen jaren meer dan 300 bijgekomen. En dan moeten we durven. Dan moeten we durven te experimenteren. En dan kunnen we laten zien dat wij die recessie doorkomen, terwijl we solidair zijn en er nog sterker uitkomen ook. Het moet niet te makkelijk worden. We moeten geen bochtjes afsnijden. Dus we moeten vooral niet, nu iedereen het heeft gehad met de banken, zeggen laat maar zitten die financiële sector. Nee, dat is dom, dat is kortzichtig. We moeten kijken waar juist de kansen zitten voor straks. Niet per se alleen nog maar kleine bankjes. Nee, kijk waar Amsterdam straks zijn geld mee kan verdienen. En haal daar de kracht uit om nieuwe banen te creëren. Durven, durven, durven. En niet wachten op Den Haag. Niet accepteren dat jongeren straks weer gewoon in een uitkering terechtkomen. We kunnen hier in Amsterdam verschil maken. Ze zeggen dat wij van de PvdA... Ze zeggen dat wij van de PvdA de vrijheid beknotten. Dat we betuttelen. Ze zeggen dat we de vrijheid uit Amsterdam weghalen. Maar vrijheid en vrijblijvendheid zijn andere dingen. Totaal verschillende dingen. Wij moeten vechten voor vrijheid. En dat is de vrijheid die zit in het DNA van deze stad. Het is de vrijheid die je proeft en die je ruikt in de geur van de straten als het net geregend heeft. De vrijheid die Amsterdam typeert. Al eeuwen komen mensen naar deze stad voor die vrijheid. Strijden voor de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Zoals we dat doen, bijvoorbeeld voor homo's en lesbo's. Elvira doet het in Zuidoost. Ahmed doet het in Slotervaart. En Fouet doet het in Mosselommer.
Dat is onze strijd om vrijheid. We moeten strijden voor de vrijheid om godsdienstig te kunnen zijn in deze tijd. Om moslim te kunnen zijn in deze tijd. En net zo goed moeten we strijden voor de vrijheid om atheïst te kunnen zijn. Om niet te geloven. Strijden voor een vrijheid die niet ten koste gaat van de vrijheid van anderen. Strijden voor de vrijheid om je geloof ook te verlaten. Wij moeten daarvoor opkomen. Maar dat is iets anders dan vrijblijvendheid. Ik vind dat het in 2009 niet meer acceptabel is dat scholen homoleraren weigeren om wat ze in hun slaapkamer doen. Dat kunnen we niet meer hebben. Dat moeten we niet accepteren en dat moeten onze partijgenoten dus ook niet accepteren. Ik vind dat we moeten strijden voor de vrijheid van meningsuiting, van belaagde. Maar laten we die vrijheid niet verwarren met onverschilligheid. Leerplicht is geen betutteling, maar is de bescherming van de vrijheid en van het leerrecht van een kind. Wij hebben ons tegen de sceptici gekeerd. Wij hebben ons tegen de sceptici gekeerd die zeiden dat je de macht van de maffia op de wallen niet kon keren. Die zeiden dat er toch nooit iets verandert, dat het al honderden jaren zo is geweest en dat je dus niets kunt doen tegen de mensenhandelaar. Een onlosmakelijk stuk van onze stad. Maar die aanpak van de maffia op de wallen is strijd voor de vrijheid en tegen de onverschilligheid. Want we krijgen daar een buurt voor terug waar we trots op kunnen zijn. Met prostitutie, met andere dingen en met minder criminaliteit. Dat is onze strijd. Wij strijden voor de vrijheid en tegen de onverschilligheid. Maar dan moeten we durven. Dan moeten we durven uitkomen voor wie we zijn en voor onze principes. En niet de hele tijd sorry zeggen omdat we vinden dat iets anders moet. We zijn opgericht om dingen te veranderen. We moeten durven om optimistisch te zijn. En we moeten durven om ons te onttrekken aan het Haagse spel waarbij iedereen wordt ingedeeld in softe theedrinkers aan de ene kant en harde assimilatoren aan de andere kant. Onze werkelijkheid die accepteert dat helemaal niet. We hebben geen tijd daarvoor. We hebben hier werk te doen. We moeten durven om stelling te nemen iedere keer dat we onrecht tegenkomen. Ze zeggen dat veiligheid in Amsterdam betekent dat de ene groep moet worden beschermd tegen de andere groep. Maar onze stad van hoop kent veilige straten en buurten. Voor alle Amsterdammers. Niemand uitgezonderd. Nooit. Nergens. En veiligheid begint gewoon dicht bij huis. Kan ik veilig de straat over? Kan mijn kind in de speeltuin spelen? En veel onveiligheid is ook helemaal niet zo ingewikkeld. Misschien de oorzaken wel, maar de uitwerking niet. En wij keerden ons tegen de sceptici die zeiden dat de strijd om de straat al verloren was. Zonder keiharde repressieve maatregelen. Ik vind het een schande als een klein groepje jongeren met hufterig gedrag mensen het leven kan verzieken op straat. Maar het is niet onoplosbaar. Ik vind het een schande als overlast een eufemisme is geworden voor het echt verzieken van een buurt. Voor onbeschoftheid. En ik heb het totaal gehad met ASO's die met een auto door een woonwijk scheuren. Maar het is niet onoplosbaar. Ik zeg u, wij kunnen hier lokaal verschil maken. Zodat buurten weer lucht krijgen. Door straatcoaches te sturen. Door gezinnen te helpen, streng, maar ook rechtvaardig. Met de inzet van gezinscoaches, zodat er niet steeds nieuwe jongens de fout in gaan. En we bewijzen het nu al iedere dag in de buurten van Amsterdam. En iemand die gek is, die moet niet in een taakstraf of een traject. Iemand die gek is, die moet naar een gesticht. We moeten wat dat betreft kijken wat er aan de hand is en lokaal doen waar we voor zijn, die buurten weer lucht geven. We hebben hier de afgelopen jaren het aantal overlastgevende groepen gehalveerd. En nu moeten we doorzetten. En beste vrienden, als het lukt om Amsterdammers op de fiets met een achterlichtje te laten rijden, dan kunnen we dat. Dan kunnen we alles. Maar we moeten wel durven. En laat je niet bedonderen, veiligheid is niet de vijand van de vrijheid. Wel nee, veiligheid is onderdeel van vrij zijn. Je veilig voelen, jezelf kunnen zijn, is onderdeel van de vrijheid van Amsterdam. En het mag niet doorslaan, maar het kan wel beter. En onze Amsterdamse PvdA'er Eberhard van der Laan belooft ons in het parool dat het komt. Supersnelrecht, straatcoaches, hier en daar gedwongen opvoedondersteuning, gezinscoaches. Allemaal Amsterdamse wensen. Dus we moeten Amsterdams versnellen en niet Haags vertragen. En ik ben er heel trots op dat minister Eberhard van der Laan, die het uitstekend doet, dat die ons helpt.